gaat nu beginnen. Hallo je familie, ik ben Rutger en wat leuk dat je naar deze hele speciale video kijkt. Zoals je ziet zit ik niet in mijn gebruikelijke veurtje setting, maar in de woonkamer. En dat heeft een hele bijzondere reden. Het is namelijk vandaag Single Awareness Day, oftewel Valentijnsdag. Zoals je weet heb ik heel de maand februari elke dag iemand anders te gast in mijn video's. En op Valentijnsdag is het natuurlijk super logisch dat Thomas dan te gast is. Maar waar is die dan? Nou, Thomas is nu nog aan het werk en hij komt over ongeveer 2 uurtjes thuis. En hij denkt dat we vanavond de Balloon Challenge gaan opnemen. Hij weet namelijk dat ik van de week heel veel ballonnen heb gekocht en hij vroeg waarvoor dat precies was. Dus ik bedacht een list en ik zei dat ik heel graag met hem de Balloon Challenge wilde opnemen. Oftewel, allemaal gekke spelletjes doen met ballonnen. Maar dat is helemaal niet waar, want dit zijn namelijk hele speciale hartvormige ballonnen. Om Thomas dus zo meteen te gaan verrassen. En hij komt dus strakjes al thuis en ik moet nog heel veel doen, dus laat ik snel beginnen met het opblazen van deze ballonnen. Daar gaat de eerste. Dit lijkt iets heel anders nu. Oké, dit wordt nog wat. Oh, ze zijn heel goed. Oh my god, maar ik ben echt nu al duizelig en dit is pas de eerste ballon. Ja. Nou, dat is 1. Nog maar 100 te gaan of zo. Ik heb echt een fobie voor ballonnen eigenlijk. Pakje nummer 2. Oh, hier ben ik dus zo bang voor. Bijna een hartverzakking van de hartjes ballonnen. Niet weer! Oh my god! Ah, dat doet pijn. Ik zie echt sterretjes. Ik zit tijdens het opblazen nog een beetje te denken. Misschien is het wel heel erg leuk als ik Thomas verras met een speciaal lied voor hem. Wat ook weer iets te maken heeft met de verrassing die ik nog heb voor hem. Jij bent de reden dat ik... Jij bent de reden dat ik lach en hier nu sta. Ja, jij... Mijn lieverd, ja, jij, mijn lieverd, pof met jou. Oh. Oeh. Ik ga nu al. Ik ben... Ik weet niet wat ik heb, sorry jongens. Oké, ik heb een tekst voor het liedje geschreven. Ik zit hem heel de tijd te oefenen, maar ik besef ineens dat ik door moet blazen. Vooral omdat Thomas straks thuis komt. Dus, beetje stress, ik moet heel veel dingen tegelijk gaan doen. Klaar! Nu heb ik alleen 1 probleempje, want ik weet niet precies hoe laat Thomas thuis is. Dus ik heb net zitten denken tijdens het ballonnen opblazen. En ik ga hem gewoon een berichtje sturen en ik denk dat ik hierdoor weet wanneer hij thuis is. Hey lief, even een vraagje. Oh nee, dat ging niet goed. Oh, gelukkig, geannuleerd. Ik versprak me al bijna. Hey lief, even een vraagje. Er kwam net een postbode en hij zei dat onze bel het niet deed. Dus zou jij straks, als je thuis komt... eventjes onze bel willen testen, het nummer intoetsen en dan kijken of hij hier overgaat. Want volgens mij doet hij het niet, maar ik kan het zelf niet in mijn eentje testen, omdat ik dan niet tegelijkertijd boven en beneden kan zijn. Ik hoop dat hij dit gelooft en dit doet. Want als hij dan aanbelt, dan weet ik in ieder geval dat hij thuis is. Fingers crossed. Oké, jongens, alles is er klaar voor, alles ligt klaar, alles staat klaar, behalve ik voor mijn gevoel. Oh, ik ben zo zenuwachtig. Oh. Maar goed, volgens mij kan ik niets anders meer dan gewoon afwachten totdat de bel gaat, hopelijk, en dat hij niet ineens al boven hier voor de deur staat, want dan ben ik er nog niet klaar voor. Kadoe, 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 kadoe. Oh, ik word gek. Daar is die. Oh my god. Hey. Oh, hij doet het. Oké, het gaat nu beginnen. Waarom doe ik dit dan ook?
Wat heb je nou weer gedaan? Ah. Ik durf je bijna niet te lopen nu. Het is gezellig hier. Hoi lieverd. Hallo. Hallo. Hoi. Het is wel even heel anders thuis gekomen. Oh, hoi. Nou. Doe je jas uit. Ook hallo. Ik kom echt recht van mijn werk of zo. Ja, dat was ook de bedoeling. Wat romantisch. Dat was mijn geheime plan. Nou, heel erg leuk. Ik vond het al zo raar dat je... Dat was zo'n grap zeker van heel die... Ja, dat was een grap. Ik heb nou ook nog een klein verrassingje. Valentijn natuurlijk. Nou ja, precies. En daarom heb ik een... Wil ik iets zeggen? Oh. In een liedje. Niet. Ja. Oké, ik ben een beetje overdonderd hier. Liedje? Ja. Ik vind het heel eng. Ik heb hem wel langer dan vandaag. Jij bent de reden dat ik lach en hier nu ben. Door jou, mijn lieverd. Jou, mijn lieverd. Vanaf dag 1 wist ik hoe erg ik bofte met jou. Er is echt niemand die mij geeft wat ik hier voel. Voor jou, mijn lieverd. Jou, mijn lieverd. Bij jou mag ik mezelf zijn en is dat goed genoeg? Vanuit het diepste dal naar de hoogste top. Het maakt niet uit met jou, want ik hou van jou zolang ik maar bij je ben. Tot aan de maan en terug. En mijn liefde voor jou raakt niet op. Tot aan de maan en terug. En mijn liefde voor jou raakt niet op. Tot aan de maan, de maan, de maan, de maan, de maan, de maan, de maan. Tot aan de maan en terug. En mijn liefde voor jou raakt nooit op. Tot aan de maan en terug. Is het afgelopen of niet? Ja. Oh, gek het. Ik hou veel meer van jou. En ik had die ballonnen niet nodig voor de balloon challenge. Hoezo niet? Je ziet ze toch nu hier? Ja? Dat was een grap. Oh, ik denk we gaan nog steeds een balloon challenge doen. Nee! Jij dacht dat we dat vanavond gingen opnemen. Ja, nou ik denk van, oh god. Ik was al zo moe, denk hoe moet ik nou in godsnaam een challenge gaan doen? Dat hoeft niet. Nou, gek het. Dit was echt veel te lief. Maar ik ben echt helemaal overdonderd nu. Nog één laatste verrassingje. En dat heeft een beetje te maken met... Ga je dit altijd doen als ik voor het thuis kom van mijn werk? Nou... Een grapje. Ik weet niet zo, maar... Oh. Maar ik had nog één laatste verrassingje. Het zit in deze envelop. Nou, niet nog een verrassing. Nou, ik voel me heel stom nu. Ik heb helemaal geen verrassing. Nou, dat is ook de bedoeling. Anders had ik een probleem, want dan kon mijn verrassing niet doorgaan. Het heeft een beetje met het liedje te maken van... Liefste lieverd, we hebben nog geen printer in ons huisje. Dus ik kon de kaartjes nog niet printen. Maar we gaan samen genieten van het concert van Lady Gaga in oktober. Ik hou van je. Ah, je hebt gelogen vandaag. Ja. Oh, heel erg. Het was wel gelukt. Oh, wat vet. Ja. Ik weet niet meer wat ik nou het leukst moet vinden vandaag. Nou, dankjewel. Wat een ontzettend lief liedje. Kun je hem ook downloaden ergens? Dus we gaan geen balloon challenge doen. Nee, nou kan nog wel. Nou nee, dat gaat mis. Oh, nee, niet in mijn gezicht, niet in mijn gezicht. Nee, dat gaat niet, wacht. Ah! Oh, hij ging door een keel. Dat deed pijn. Hij knalde al zeggen met... Auw, het is al veel. Raad ik. Wow, dat ging makkelijk. Dat ging heel makkelijk. Pas op, hij gaat schuimen zo. Oh, dat gaat best goed. Nou, proost op ons. Proost. Mwah. En op Valentijnsdag. Ja, op Valentijnsdag. Mm. Nou ja, ik wil jullie in ieder geval een hele fijne Valentijnsdag wensen. Ja. Ik heb gelukkig het liefste vriendje op aarde gevonden, want het was altijd voor mij Single Awareness Day. Slangbal.
jij nogmaals bedankt voor deze veel te lieve verrassing. Ik ben nog wel steeds overdonderd. Nou, dan gaan we eventjes bijkomen. Ja. En ik zie jullie morgen allemaal. Doei. Stay fabulous. Au, doei.